De oude Menezes is er al meer dan 30 jaar en voldient net meer aan alle regels. Van oordeel miljoenen euro is er een nieuwe gebouwd. Het geld komt van sponsoren, van particulieren en grote fondsen. De nieuwe Menezes is haast 2 keer zo groot als het oude onderkom. Zijn 100 bern rijden hier op therapeutische basis hinder. Wat vind je van deze nieuwe manege? Leuk. Rijd je veel paard? Ja. En heb je ook een lievelingspaard? Ja. Is deze. Wat er gebeurt is, als ze paard rijden, is dat bij hun spasme dan hebben ze nogal last van de spierentrekkingen. Maar als ze op het paard zitten, dan krijg je dus een soort tegenbeweging, waardoor ze veel beter kunnen ontspannen. En dat is dus ook voor hun spierontwikkeling is dat gewoon heel prettig. Wat vind je van paarden? Leuk. Heel gezellig. En waarom dan? Ik hou van paarden. Ga je ook vaak paard rijden? Jawel. En waar ga je allemaal heen dan? Buiten, binnen, draven. Daarnaast rijden er ook wat wij dan zeggen kinderen uit de buurt zonder handicap. Die rijden hier ook paard. En die werken ook met elkaar samen. Er zijn ook vaak vrijwilligers voor de manege. Dus zo is er een hele mooie interactie tussen kinderen met en zonder handicap.